Morning Disney fans en welkom bij de laatste aflevering van Kingdom Hearts Final Mix. De vorige video hebben wij geprobeerd Secret Boss Fights te verslaan in Agrabah, Olympus Colosseum en Neverland. Alle drie niet gelukt. Maar in Olympus Colosseum is nog een Secret Boss Fight. En in een andere wereld. Maar die ga ik nog niet vertellen. Dat doe ik als ik deze niet kan winnen. En ik heb zo'n vermoeden dat dat niet gaat gebeuren. Ik heb nog geen één Secret Boss Fight namelijk kunnen winnen. Maar ze zijn lastig. Ze zijn erg knijten lastig. Dus, nou ja, het is altijd proberen. En anders zou ik level 100 hiervoor moeten zijn. Want het grappige in Kingdom Hearts 1 is, dan kun je geen level 99 worden. Nee, dan kun je level 100 worden. Maar, nou ja. Maar, wat is dat ding eigenlijk? Oh. Ha! Nice. Maar goed. We gaan dus nu die andere Secret Boss Fight in het Olympisch Colosseum proberen. Hoi Phil! En ik ben voor deze. Ik weet bij deze. Jullie Final Fantasy fans gaan deze geweldig vinden. Ik ga de Boss Fight leuk vinden. Tot ik dood ben. Ik ben geen Final Fantasy fan, maar ik zei al, Final Fantasy fans gaan deze wel vinden. Sephiroth, met de Sephiroth muziek. One Winged Angel. Dit wordt een fight waar ik geen zin in heb. Ik weet nu al dat ik dood ga. Dit is een piek van het waar. Platinum Man, Sephiroth. Woo! What? 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 Ik bleef erin hangen. Rot op. En ik sta er ook weer alleen voor. Heb ik nou, zie ik nou pas. Nog een keer. Waarom kan ik net hetzelfde geval in Burma Sleep? Waarom kan ik die Secret Boss Fight gewoon niet winnen? Nou, dat doen we nog een keer. Wat? Ik doe damage. Waarom ga ik maar geen leuke bij jou af? Fuck, ben dood, ben dood. Nog twee keer proberen, anders geef ik het bij deze echt enorm snel op. Maar dit is niet te winnen. Dit is echt niet te winnen. Hier moet je sowieso wat level 100 voor zijn. En dan gewoon super goed zijn in deze games. Let's try this again. Ja, dit is niet zo. Shit. Hotto hell. Hoe kan het dat maar niet gaan? Weg. Ah. I give up. Ik wil
niet weten als ik nog meer geld van hem af zou halen. Wat voor moves hij dan zou gebruiken. Laatste keer. Hij is ook echt tering snel. Aan de ene kant snap ik wel hoe ze meer snel worden. Fuck you, Sivrot. Ik ben klaar met je. En dat in 6 minuten tijd al 4 keer dood gaan met hem. Nou, hey, stik er maar in met de Sevel. Wel even 7 trouwens. Dan gaan we nu naar de laatste wereld met de laatste Secret Boss Fight. Deze ga ik wat langer proberen, maar ik... Sephiroth, ik wist dat ik die gewoon niet ging winnen, dus nou ja, dan snap je wel waarom ik hem er heel snel vandoor ga. De volgende Secret Boss zit in Hollow Bastion. Dus daar gaan we nu even gauw heen. En ik ben heel benieuwd hoe deze Secret Boss fight gaat lopen. Ik denk het niet goed. Hier moet ik heen. God, oh God, help me bij dit. Oh, ik ga eraan. Wow, wow, waar is het als partymember? Want met Goofy dit winnen? Haha, hou op. Beast voor Goofy wisselen. Beast heeft toch nog steeds wat meer power. Aangezien hij... Hé, hey, hij is zelfs level lager dan Goofy. Ik ben level 56. Wauw, heb ik goed gedaan tijdens dat hele toernooi de laatste keer. Maar geloof me, deze fight, ik hoop dat ik het kan winnen. Ik ga er wat langer bij blijven. Zitten we op een half uur, dan ben ik er klaar mee. Ach, hallo prinsesje. Could the appearance of that gate be a bad omen? Oh, ze bedoelt die. Oh, Aurora. I sense a presence coming from that gate. But it's not the darkness. It's another power altogether. Grappig dat ze wel interactie met de prinses hebben gedaan. What is this feeling? It's different from the darkness. Be careful, Sora. See next door beast. We could suppress the power if it were the darkness. But this is different. It's a force unlike the darkness. There's an anomalous presence beyond the gate. Okay. Dan gaan wij eens kijken. Hier hebben wij toen Maleficent verslagen in drakenvorm en nog in 3 keer toen. Man, ik had echt verwacht dat het toen ook helemaal fout zou gaan. Maar goed, let's go, want ik heb wel heel veel zin in deze. Ook weer niet, maar nou ja, je snapt wel wel. Sam? That name rings familiar. You remind me of... What's that supposed to mean? Huh?
bang. Waar ben ik aan begonnen? Deze boss fight is vlot, sterk en ik kan bekant geen schade doen. Oh, wat een geweldig iets. Wel beest. Alsof beest trouwens iets uithaalt. Ik ben dus zo snel dood. Oh mijn god. Dit gaan we nog eens proberen. Ik denk alleen niet dat het nog beter gaat. Als ik überhaupt al één health bar neerkrijg, dan ben ik al blij. Hel, als ik damage hier überhaupt kan doen. Dat was tenminste een volledige combo. Ik denk dat het daarop zal blijven zijn. Hij blijft. Hier, dit bedoel ik, mijn partner is er nu al dood. Hij loopt ook gewoon lekker rustig bij of zo. Gaat niet goed. Wat? Kom weg. Wow, kom weg, kom weg. Dat was geen slimme. Ik doe bijna echt in één damage. Heal. Ik denk dat het fucking aan dat feest alleen aan mij. Ah, shit. Ging al beter dan de eerste keer, maar ik denk echt dat dit een hele, hele slechte keuze is dat ik dit nog doe. We gaan tot 20 minuten door en daarna stop ik ermee, dan ben ik er echt helemaal klaar mee. Weet je wat, fuck it, ik kan gewoon voor wel even. Heal.
Kut, ik heb geen magic meer. Neergekregen. Ik ben trots op mezelf dat ik het überhaupt in godsnaam voor elkaar krijg. Oeh, shit hé. Nou, laatste keer proberen. Gaan we nu dood, dan stomp ik ermee. En is deze game serie van 1 ook weer afgelopen. Dan hebben we ook al 3 Kingdom Hearts games al op mijn kanaal staan. Dat is nog best veel. Laatste keer. Oké. Okay. Jee, Hallo, kut. Oké. Dit kan ik dus niet winnen. Dan zeg ik toch dat ik er echt helemaal klaar mee ben. Ik ga even tussen hier staan mooi. Tussen een beetje tussen, nou ja, prinses schieten volledig uit mijn beeld, maar oké. En dan zeg ik dat we met Kingdom Hearts 1 klaar zijn. Want we hebben de story mode uitgespeeld. We hebben de Hades Cup kunnen winnen. Dat had ik zelf niet verwacht. Ik heb hem nu voor de eerste keer ook uitgespeeld. En hij was echt fucking geweldig in die video. We hebben de Secret Boss Fights geprobeerd. En ik zeg, ik ben klaar met dit spel. Dus de volgende keer, als jullie een video van mij zien, wordt het weer een andere game of iets anders. Misschien iets anders een keer dan een Disney game. Wie weet. Tussendoor komt er altijd nog wel eens iets. Zoals die Smash video van Pyrrha en Mithra. Moet even kijken. Maar ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze Kingdom Hearts serie. En ja, bedankt. Echt heel erg bedankt. En kijk, als je van Kingdom Hearts enorm houdt, kijk deze hele game nog een keer terug. Ik heb een playlist in de eindscherm staan. Of kijk naar mijn Kingdom Hearts Bird by Sleep, Fragmentary Passage, Dark Road of Melody of Memory video's. Ja, dat is eigenlijk alles wat ik wil zeggen erbij. Behalve dit nog, natuurlijk. Vonden jullie deze video leuk? Vergeet dan zeker niet te liken, te commenten en te abonneren. Get it memorized. En dan zeg ik tot de volgende game. See ya. Real soon!